Ooit was dit lunchcafé Brownies en Downies, maar nu is het lunchcafé Trots. Na carnaval start de grote verbouwing. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Nou, we staan hier in onze nieuwe aanbouw, onze nieuwe bouw van Lunch bij Trots. We hebben in de coronatijd 80 vierkante meter bij kunnen realiseren. In die 80 vierkante meter hebben we een nieuw magazijn, een nieuwe kinderhoek, personeelsruimte voor onze jongens waar ze rustig pauze kunnen houden. En een capaciteit van 20 extra couverts. Daar wordt de keuken helemaal vernieuwd, de bar, de huidige toiletroep komt te vervallen. En die komt achter in de nieuwe zaak. Ik werk hier al 8 jaar te gaan verbouwen, want het is hier klein. En de keuken is klein. Ik vind het heel fijn en ook meer ruimte. We kunnen ook meer gasten kwijt. En de bar, zie je nou, die is best klein. En dan krijgen we ook een grotere bar. Kijk, de nieuwe banken staan al klaar. Mooie nieuwe ronde banken. Hierachter bevindt zich ons nieuwe magazijn. Met een hoop berging. Een zitplek voor de jongens. En hier een hele magazijnwand aan deze kant. Hier sta ik in onze nieuwe toiletgroep. Een ruim invalide / damestoilet met verschoningstafel. En de heren hebben aan deze zijde straks een nieuw toilet. Dus straks als de verbouwing voorbij is, dan zijn we bijna eens zo groot. Dat we weer een nieuwe open kunnen en dat we weer mensen kunnen ontvangen. Na de carnaval, dan zijn wij ook een maand gesloten. En hopen we de eerste week van april weer open te kunnen. De keuken wordt eens zo groot en de spoelkeuken wordt eens zo groot. Dus een stukje meer werkgemak voor onze jongens.